Lieve Martijn, commanders, alle aangewezen hoeders en hoedsters en alle leden van de Alicia Sterrenvloot die verlangen naar een liefdevolle wereld in vrede, vrijheid en autonomie. Er is iets gaande waarvoor, als ik me nu niet uitspreek, de mensheid net als de vorige keer eindigt in iets wat wij niet zijn. Dit is een kantelpunt. Mijn drijfveer tot het uitvoeren van deze en al mijn eerdere acties in de afgelopen jaren is liefde. Liefde voor de mensheid, liefde voor het leven. Ik heb daarbij geen voorkeur voor niemand en ik wijs ook niemand af. Dat hoef ik ook niet te doen, omdat ik in gelijkwaardigheid leef met al het leven. Lieve mensen, omdat één op één momenteel voor jou kennelijk niet mogelijk is, lieve Martijn, en het mij in jouw ruimte niet lukte, doe ik het op deze manier. Ik vrees dat als ik me nu niet uitspreek, het net als de vorige keer misgaat. Er is kennelijk een groot belang wat tracht te voorkomen dat wij met elkaar praten en ook dat ik mijn kosmische informatie met jou en jullie deel. Laten wij slimmer zijn dan dat. En zoals je zelf ook al zei, Martijn, laten we juist daarheen bewegen waar een mens dankzij de AI in hemzelf vandaan gehouden wordt. Er zijn een paar zaken die ik in het kader van integriteit moet benoemen. Allereerst valt het me op dat er over mij in plaats van tegen mij gesproken wordt. In de wereld waar ik vandaan kom, is dat ongelijkwaardig. In de trailer van de Mensbeleving in de Natuur van 24 juni, jongsleden, wordt dat ook bevestigd. Ik heb zelf ontdekt dat wanneer ik over iemand praat, ik datgene eigenlijk tegen die persoon moet zeggen. Dan maak ik mezelf vrij. Wat ik kan zien is dat in jouw ruimte, Martijn, de oorlog uitgevochten wordt. En dat de uitkomst daarvan bepalend is voor de hele wereld, voor dit universum. Juist ook hierom vraag ik ieders urgentie zich uit te spreken en te gaan staan voor dat wat hij of zij van binnen weet. Wanneer iedereen zijn aandacht legt bij het openen van zijn eigen herinneringen, want die hebben we allemaal, het ontvouwen van zijn eigen kosmisch potentieel en we naast elkaar gaan staan in plaats van boven elkaar, wordt het mogelijk om vrede, vrijheid en autonomie op deze aarde te creëren. Alleen dan keren we het tij en creëren we het paradijs. Nog een laatste opmerking. Waarheid staat als een huis en kan onmogelijk wisselen of veranderen. Al het andere wat waarheid genoemd wordt, maar steeds wisselt, zijn slechts percepties. Het gebeurt dus in jouw ruimte, Martijn, waarbij ieder de eigen sleutel tot vrede en respect zelf in handen heeft. Want wie met aandacht in zichzelf, met focus op vrede en vrijheid, zijn eigen taak uitvoert, zal dat doen naast elkaar in autonomie en gelijkwaardigheid. Dan keren wij het tij. Dankjewel.